jullie allemaal welkom heten op de eerste feestjes die we organiseren. Er zijn er een aantal in Heerlen geweest, ook in Hasselt. En dit is de eerste keer dat we het in Tongeren organiseren. En dat is vanuit het project Bodembreed. Mijn naam is Johan Lambrechts. Ik werk op de landbouwdienst van de provincie Limburg. En de provincie is een van de partners van het project. Ik ga een vijftal minuten uitleg geven over wat het project juist is en waarom dat we deze voorming organiseren. En dan geef ik het woord aan Stefan Muitjes die de rest van de avond de presentatie doet. Het project Bodembreed is een samenwerking van 11 partners, namelijk provincie Vlaams-Brabant, die het project gesprekken zijn, het project kan doorlopen. Provincie Belgisch en Nederlands Limburg, de Vlaamse overheid, Albon, het waterschap Roer en Overmaas uit Nederland, dan de landbouworganisaties Boerenbond van LNTB, Arvalis, en dan drie praktijkcentra, Pivo Campus, waar we hier vandaag te gast zijn, PPO en de Hooibeekhoeve in de provincie Antwerpen. Nu, wat is het doel van het project Bodembreed? Dat is eigenlijk de onderzin van het project, is om te komen tot een bewust bodemgebruik in de landbouw. Ik denk dat bodem iets is wat in tegenstelling tot sommige dingen als, andere dingen als water en mest, waar er eigenlijk voorbij decennia nog niet zoveel rond gebeurd is. En bewust bodemgebruik is heel belangrijk. En daarom gaan wij ook rond willen werken. De naam Bodembreed, Interreg. Interreg slaat op het feit dat het gefinancierd wordt door de Europese Unie. Door Interreg, dat is een programma binnen de EU. Daarom dat ook de vlaggen hier hangen en dat de logo's op de presentatie staan. En de rest, dus de helft is gefinancierd vanuit Europa, de andere helft door de partners. Het project Bodembreed heeft die naam gekregen omdat het op een brede manier naar de bodem wil kijken. De voorloper van het project was het project erosiebestrijding en daar was het specifiek rond het project zijn. Rond erosiebestrijding en nu willen we dat breder bekijken, ook aspecten als bodemverdichting, organische stof, bodemleven komen aan bod in het project. Nu, wat doen we eigenlijk concreet? Dat is voornamelijk praktijkgericht onderzoek laten uitvoeren door de drie praktijkcentra die ik daar straks heb genoemd. En ja, dat is eigenlijk toch wel het belangrijkste onderdeel van het project. Daarnaast doen wij, of laten wij een aantal onderzoeken uitvoeren over verdichting, over bodemleven, over de effecten van niet-kerende bodemwerking na 10 jaar, wat dan de effecten zijn in vergelijking met na enkele jaren. En zo zijn er nog een aantal onderzoeken, onder andere over fusariën. Al die onderzoeken en al die praktijkonderzoeken die worden gecommuniceerd in de loop van het project. Die externe onderzoeken, dat zal vooral aan het eind van het project zijn dat je daar de meeste resultaten van zult horen. De resultaten van de praktijkcentra, zoals van Vivo, die worden tussentijds gecommuniceerd op de rondgangen en ook op de wintervergaderingen. Maar het wordt ook wel nodig om in specifiek rond niet-kerend een vorming te organiseren, omdat we merken dat we op die verschillende communicatiemomenten niet zoveel mensen kunnen bereiken, dus dat we toch nog speciaal iets willen rond organiseren. Daarom ook dat vanavond deze vorming wordt opgenomen. Je hebt misschien waarschijnlijk de camera al gezien. Ik hoop dat je u niet geremd voelt om vandaag vragen te stellen of te discussiëren of dingen te zeggen. Dat is niet de bedoeling. Onze bedoeling is om een opname te hebben, dat we daarna kunnen zien wat er allemaal besproken is. En dat is voor intern in het project te gebruiken, dat wij dat in de vorming ook nog eens opnieuw kunnen geven. Er zijn nog een aantal praktische dingen die ik zou willen vertellen rond de vorming. Het is zo, zo dadelijk geef ik het woord aan Stefan Muitjes, die een aantal onderzoeksresultaten zal presenteren. En voornamelijk eigenlijk zijn ervaringen die hij voornamelijk in Nederland heeft opgedaan de voorbije 15 jaar. Niet-kerende bewerking. Jullie hebben allemaal de slides gekregen, een print van de slides. Je zal merken dat er sommige dingen niet in de presentatie zitten. Het gaat dan voornamelijk over de foto's, die zijn niet geprint. De tekst is wel volledig afgeprint. Jullie krijgen ook aan het einde van de vorming, of pauze straks, dus een korte pauze, ongeveer halfweg, krijgen jullie ook een evaluatieformulier. En daar staat ook een inschrijvings, kan je ook inschrijven voor deel 2 van de vorming.
Het is zo dat deze vorming uit twee onderdelen bestaat. Dus vanavond is het eerste deel hier binnen in een leslokaal. Het tweede deel wordt in de loop van de komende maanden georganiseerd. Ergens bij een machineloods of ergens op het terrein waar een veld niet keerend wordt bewerkt. En zal specifiek per deel worden georganiseerd. Goedenavond. Goedenavond. Deze is een bezet, ja. Dus het tweede deel van de vorming wordt in de loop van de komende maanden georganiseerd en dan bijvoorbeeld aangeven of we daarin geïnteresseerd zijn en voor welke teelten. Zodat als we dat organiseren kunnen zien wie dat we naar welke vorming op het terrein moeten uitnodigen. Ik denk dat ik dan zo wat het voornaamste gezegd heb. Dus binnen een uur ongeveer houden we een korte pauze. En ik geef dan nu graag het woord aan Stefan. Juist. We zouden starten met een korte voorstellingsronde. Dat iedereen kort zijn naam zegt. En of hij al die keren toepast op zijn bedrijf en eventueel voor welke deel. Zodat je wel weet wie dat er rond de tafel is. Ik ben Jo van Rustum en ik heb geen bedrijf, maar ik ben eigenlijk niks in de landbouw. Ik kom uit Interesse. Gewoon niet bij de kerk. Ik hoop hier bij Rustum nog niet. De ploeg nog altijd eigenlijk. Ja, nog over die Dirk Muller, we hebben al een heleboel jaren gezend, meestal farmen na Roegebied en Sukrij en na Zappelen. Ik ben de cameraman. Dat is toch een man bij een handbouw eigenlijk. Ik ben Jos Piffin, landbouwer uit Klein-Galmeers, al een 30-tal jaar. Ik ben ook landbouwkundige in de suikerindustrie. En ik werk al een 10-tal jaren met niet-kerende honden. En dat heeft daar zeer veel ervaring. Ik ben Dr. van Vloeyhoven en wij doen de laatste 5-6 jaar dus na aardappelen en na suikerbieten. Als de wereldstandigheden zich daarvoor lenen, dan rechtstreeks inzaai zonder te doen. Stijn Haaien uit Sint-Truiden, alleen heel sporadisch, als er weersomstandigheden goed mee zitten na de bieten. Maar we zitten meestal met water in de ring, dus dat is het meestal niet mogelijk niet te doen. Peter Vekermans van Polen, al die hebben één proefje gedaan op één perceel voor maïs naar Kelenmotter. Uit Sint-Truiden, de lakkenbouwer. Ik hoor het niet thuis, maar hier niet keer de opwerking voor de beginners, ik ben tot 20 jaar. En ik ben voorzitter van de lakkenbouw op Tilburg. Zo, ben je op die honderd jullie al gehoord? Ik zal mezelf even introduceren. Voor het eerst vanavond. Dus eerst kort gaan we nog wat dingen bekijken van onderzoek en resultaten die gemaakt zijn eigenlijk op proefstations. Vervolgens gaan we door op algemene teeltechniek en ervaringen van jullie zelf en ervaringen van mij. En de hele avond is eigenlijk de bedoeling dat we zoveel mogelijk leren van elkaar en dat we dus eigenlijk ook vragen stellen op het moment dat iets niet duidelijk is. Als ik iets niet op een goede manier uitleg, stel gerust de vragen, aarzel niet
En dan kunnen we alleen maar beter, beter dat van elkaar op hoogte raken. Ik ben Stefan Buitens. Ik ben gespecialiseerd adviseur op nikkelende bodembewerking, al sinds 1998 eigenlijk. En dat is met name in Nederland Zuid-Limburg geweest. Ik ben zelf woonachtig in Kamerdienst. En ja, de gronden, de leemgronden zijn nu eenmaal gronden die nogal gevoelig zijn voor erosie. En door de helling is het erosieprobleem natuurlijk duidelijk aanwezig. In Nederland Zuid-Limburg was het zo dat dat een aantal jaar tot een vrij problematische situatie leidde, waarbij uiteindelijk ruilverkavelingen eigenlijk geblokkeerd werden. Tenzij dat de landbouw een beweging richting erosiebescherming ging maken. En dat was toen, is toen gekozen om met nikkelende bodembewerking aan de slag te gaan, waardoor ruilverkaveling toch op grotere schaal doorgezet kon worden. En waarom is toen voor nikkelende bodembewerking gekozen? Eigenlijk omdat dat het water vasthouden op iedere vierkante meter, zeg maar, de meest effectieve manier van erosiebestrijding is. Dit is een plaatje van hier in Tongeren, aan de andere kant van de snelweg. Ja, je kunt het slecht zien. Ja, dus erosie, dat is duidelijk. Erosie is natuurlijk een maatschappelijk probleem. Zodra het water en het modder de dorpen in komt, levert het natuurlijk veel kost op. Maar voor jezelf als landbouwer is het natuurlijk ook van schade. Percelen die, waar geulerosie ontstaat, percelen gedeeltes waar geen gewas meer staat, is natuurlijk altijd schadelijk voor jezelf. Dit is een plaatje van twee geploegde percelen naast elkaar. En, je ziet hier de oven voor, de eind voor, waar het water in staat. En die situatie, dus het stilstaan van het water onder in de geploegde voor, die komt veel vaker voor dan dat je denkt. Dit perceel is geploegd. En deze kant is ook geploegd. Onder in die bouwvoor gebeurt dit regelmatig. Maar je ziet dat niet. Dus dat het water door de grond zakt. Door het zaaibed heen, zeg maar, ondertussen gaat dat stilstaan op de geploegde laag. En dat stilstaan van water, dat veroorzaakt weer een verdichting onder in je ploegzool. Dat is eigenlijk wat je met nikkelende bodembewerking probeert tegen te gaan. Je probeert eigenlijk tegen te gaan dat de bodem verslemt, dat de bodem dicht slaat en dus dicht gaat zitten. En dus voorkom je ermee dat het water van het perceel afloopt en dat het water dieper de grond niet kan halen. In het perceel dat dichtgeslagen is, en dan weten we allemaal, dan gaat het water gewoon niet meer de grond. Je bedoelt dat ook als gevoel dat zo'n plug hebt staan. Ja. Wat is daar dan het verschil met als je niet keren? Dat is ook hetzelfde principe als je nu op een plug of een mol achter de plug. Nee, want het verschil is dat je de bovenste laag, die keer je om. Als je zeg maar 5 centimeter zou ploegen en dan een ondergronder op 25 centimeter zou hebben, dan zou je een situatie hebben die redelijk vergelijkbaar is met nikkelen. Maar dan zou je maar 5 centimeter kunnen ploegen. En dat is technisch, technisch niet uitgevoerd. Ja, nu ploegen we op 25 en dan heb je daar onder 35 in de boeien staan. Ja, maar het probleem is zeg maar dat je die organische stof, het organisch materiaal, het gewasresten, die draai je eigenlijk te diep weg. Dat is eigenlijk het probleem van een geploegd perceel. Dus normaal gezien bij die gigantage ook zoveel voor de bovenover ligt. Dat de gewasresten die kunnen eigenlijk het perceel beschermen tegen de inslag van de regen. En die gewasresten die kunnen opgevreten worden door de bodemdieren. Op het moment dat je het vermengt, dus dat je gaat keren, en je draait het weg en je draait kale grond, zeg maar, zonder organisch materiaal naar boven. Die grond is heel gevoelig voor
Ja, dat kan ik begrijpen. Je zei dat we het vloeistool wilden hebben. Dat daar op water staat, dat daar de beslemde laag is van onder die vloed. Ja. En de boeder heeft daar dus geen effect op. Nou, die boeder heeft wel het effect dat je de ploegsel die ontstaan is het jaar ervoor eruit breekt. Maar die ploegsel ontstaat direct in datzelfde jaar weer opnieuw. Omdat bij een geploegd perceel op onze grond, hè, op onze leemgrond, heel snel weer versnapping hebt gekregen. Die vervloeiing, zeg maar, dus het loslaan van bodemdelen en een oplossing gaan in het water, dat gebeurt heel snel op het moment dat je perceel ploegt. Op onze grond, hè, op de leemgrond. Als je hele zware, zware kleigrond hebt, ja, dat slaat dat niet los. Dan blijft die bodemdelen die blijven gewoon op de plek zitten, omdat zo regent het daar heel zwaar overheen. Dan krijg je dus ook geen verslemping. En dus uiteindelijk ook geen, niet te dicht zitten van jouw bodem. Dit is een plaatje van een maïsperceel. Van 2005 in de KU Leuven. En het is een plaatje van een perceel waar een behoorlijke regel tegengegaan is. En het was een neerslag van 80 liter, waarvan 60 liter op 45 minuten. Dus dat is echt, dat zijn echt hele zware bijen. Je ziet het ook in de mais, die is helemaal kapot geslagen. En het perceel was opgedeeld in een geploegd stuk en een niet geploegd stuk. En je kunt bij het geploegde gedeelte kun je gewoon al de geurlerosie zie je al een heel stuk meer dan bij het niet geploegde gedeelte. En bij dit proefperceel hebben ze dus ook gekeken naar van hoeveel bodemverlies treedt er nou feitelijk op. Dus hoeveel bodem spoelt er weg met zo'n zware regenbui. En dan zag je bij het niet geploegde gedeelte dat daar 18 ton per hectare wegspoelde. En bij het geploegde gedeelte bijna 100 ton. Dus het zijn enorme hoeveelheden bodem die dan afspoelen. En je ziet in ieder geval dat het verschil tussen geploegd en niet geploegd heel erg groot is. Een heel stuk minder is op het moment dat je het perceel niet meer ploegt. Dit is een plaatje van regensimulaties, waarbij 100% is het geploegde gedeelte. En je ziet hier dat het gemiddelde van 60% de afstroming is onder een niet geploegd gedeelte. Dus bij het niet geploegde gedeelte traat maar 60% van de hoeveelheid afstroming op ten opzichte van het geploegde gedeelte. Het bodemverlies was zelfs nog iets lager, het gemiddelde. Maar je ziet ook dat de variatie vrij groot is. Dus met andere woorden, ook met niet kerende bodembewerking kun je erosie hebben, kun je problemen hebben. Dus het is niet kerende bodembewerking is net zo moeilijk, vraagt net zoveel vakmanschap als ploegen. Het is niet zo dat als je zeg maar stopt met ploegen en dat niet keer in de bodemwerking, dat je maar iets met een decompacteur kunt doen en het dan wel goed komt. Zo werkt het dus absoluut niet. Het vraagt zeker zoveel vakmanschap. Bij de roosterkartering zag je zelfs dat de bodemverlies nog een heel stuk lager wordt. Die kierende bodembewerking, wat is dat eigenlijk? Het is een systeem waarbij de bodem ondiep menging wordt gecombineerd met diepoelen. En dat leidt tot een effectieve afname van de erosie met behoud van de rentabiliteit van de bedrijf. En het behoud van de rentabiliteit, dat is natuurlijk van cruciaal belang. Want je kunt als landbouwer het niet veroorloven om te zeggen van nou, ik heb nu eens een jaar of drie, vier lager rendement. En dan, daarna komen we misschien wel weer een keer wat gouden jaren. Ja, zo zit het niet in elkaar. De economie van de meeste landbouwbedrijven zit dusdanig onder druk dat je niet een paar slechte jaren kunt veroorloven. Dus als je die niet-kerende bodembewerking goed uitvoert, dan kun je het rendement op peil houden en tegelijkertijd de erosie effectief bestrijden. Daar is het hele systeem eigenlijk sinds 1998 op ontwikkeld. Die effectieve erosieafname en de behoud van rentabiliteit wordt veroorzaakt door oppervlakte gewasresten, minder bodemverstoring. Dus de bodemdieren krijgen meer een kans om zich te ontwikkelen.
ontwikkelen. Een betere bodemstructuur. Dus de bodem die krijgt een betere verkruimelbaarheid, waardoor je uiteindelijk een betere teelt gaat krijgen. Een afname van de oppervlakkige verslapping. Dus het dichtslaan van je percelen wordt minder. Een dichtgeslagen bietenperceel of een dichtgeslagen eienperceel. Dat komt veel minder voor als je met niet hier een bodembewerkingsvlak gaat. Een afname van de interne verslapping. Dus dat is dat dicht gaan zitten van jouw diepere bodemlagen. En zoals ik net zei bij dat bloem. Een toename van de waterdoorlaat naar de ondergrond. Dus het water wordt beter afgevoerd naar de laag 50, 60 centimeter, zeg maar. En een toename van de plant opneembaar water. En dat is met name op de lichtere gronden of op de lichte koppen. Dan zie je duidelijk dat de gewassen, als je een aantal jaren niet keerend hebt gedaan, beter door blijven groeien ook in de droge zomerperiodes. Dit plaatje hier is een plaatje van het bodemvoedselwerk. Het is een beetje beeldtrillend deze, maar. Geeft eigenlijk aan voor welke dieren en organismen allemaal in de bodem aanwezig zijn en in interactie aangaan met jouw gewassen en in interactie zijn feitelijk met jouw bodembewerking. Het bodemvoedselweb, dus van mol tot aaltje tot schimmels tot bacteriën tot ja, bissenbedden, noem maar op. Dit als landbouwer met jouw landbouwactiviteiten stuur je hierin. Als je het ploegt, krijg je een ander bodemvoedselweb dan dat je bijvoorbeeld 5 jaar grasland zou laten. Of als je niet geer doet. Of als je met een spitvrees rijdt. Dus dat bodemvoedselweb, daar stuur jij constant aan. Door de teelten, de vruchtwisseling op je perceel, door je manier van bodem bewerken, en ook natuurlijk door jouw gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van kunstmest en organisch mest. Dat bodemvoedselweb, in een situatie dat je ploegt, is eigenlijk gewend aan die jaarlijkse kerende bewerking. Dus je hebt een vrij kortcyclische grondbewerking, dus je krijgt een kortcyclisch bodemleven. Dus met name de kleine bodemdieren, de schimmels en de bacteriën, die zijn veel aanwezig in een systeem van ploegen. Ga je naar het systeem van niet kerende bodembewerking toe, dan zul je zien dat de grotere bodemdieren een aantal kunnen toenemen. En met name die grotere bodemdieren, die kunnen jou, of die helpen uiteindelijk erbij om de erosie te beperken en om een betere doorlaat naar je ondergrond te krijgen. Dat is heel belangrijk dat je die interactie begrijpt tussen grondbewerking en bodemdieren. De methode van niet-kerende bodembewerking kan alleen functioneren op het moment dat de bodemdieren zich kunnen ontwikkelen. Wat je eigenlijk doet is je geeft het bodemleven meer kans en je maakt in je grondbewerking eigenlijk als het ware een terugtrekkende beweging. Maar je kunt alleen maar minder gaan bewerken op het moment dat jouw bodemdieren meer gaan doen. Dus het is een hele duidelijke interactie. Dit is een plaatje van een aantal kluiten. Eerst is klei, is leem en zand. En die onderste kluiten zijn eigenlijk kluiten die gemaakt zijn met een mechanische manier. Dus bodem die verkleind is door een cultivator. Als je puur een cultivator of een frees, krijg je altijd van die beetje scherpige, hoekige kluiten. Op het moment dat die bodem voor een heel stuk actief is, dat er veel bodemdieren aanwezig zijn, en dan krijg je een andere vorm van kluiten. Dan krijg je kluiten die veel ronder zijn, die veel, veel rosser van structuur zijn. En op het moment dat je dat hebt, die kluiten zijn ook veel minder gevoelig voor regeninslag en dus veel minder gevoelig voor erosie. Goedendag. Hier is nog een plek. En daarachter is nog een. Thank you.
gekeerde bodemwerking zijn er vele onderzoeken naar gedaan. Ook hier in de Pibo, in de Deugense en ook in Nederlands Limburg. Maar als je op internet gaat kijken, dan vind je nog veel meer onderzoek. Maar wees daar voorzichtig mee. Want heel veel van die onderzoeken zijn niet goed vergelijkbaar met de situatie die wij hier hebben. Want we hebben hier in Nederland en België een onderzoek van een landbouwmethode onder een vrij nat en koel zeeklimaat. En heel veel onderzoek naar minimale grondbewerking of niet-kerende grondbewerking wordt gedaan in landbouwsystemen waarbij te maken hebben met droogte. Dus veel vaker te maken met het landklimaat. De meeste onderzoeken zijn gedaan met doorslagen gewassen. En hier zijn met name de rooivruchten van groot belang, de witlof, de chicorij, de pieten, de aardappels. En dat heeft natuurlijk een heel ander effect op je bodem dan een dorstwater was. En veel onderzoek is korter dan 5 jaar. En korter dan 5 jaar, dan heb je resultaten uit een niet stabiel systeem. Wat wil ik daarmee zeggen? De bodemvoedselweb, wat ik zo net liet zien, dat heeft een periode van 4-5 jaar nodig om zich aan te passen en een andere manier van bodem te werken. Op het moment dat je het resultaat van onderzoek van 1 of 2 jaar onderzoek bekijkt, dan is dat natuurlijk het resultaat van dat jaar, maar dat zegt niets over hoe de situatie over 10 jaar zal zijn. En het landbouwbedrijf en het systeem van de grondbewerking pas je niet aan voor 1 of 2 jaar, maar die pas je aan voor de langere termijn. Dus onderzoek is moeilijk vergelijkbaar, maar opbrengsten zijn eigenlijk gemiddeld genomen vergelijkbaar met ploegen. En de erosie die neemt heel duidelijk af. Het blijkt ook gewoon uit de praktijkervaring dat de erosie een heel stuk minder wordt. En de praktijkervaring van de landbouwers die er al lang mee aan de slag zijn, zijn gewoon positief. Bij het onderzoek wordt er regelmatig gekeken naar de bodemdichtheid, storende lagen, ondoordringbare lagen, onderwortelbare lagen. Dus natuurlijk als je een plantenwortel niet in de grond kan groeien, dan kan het gewas dat niet maximaal opbrengen. En daar probeert met het onderzoek proberen dan vinger achter te krijgen. Maar wat is nou ondoordringbaar? Wat is hard en wat is niet hard? En met name dat is eigenlijk een heel moeilijk punt. Want als de bodem te hard is, dan levert het risico voor opbrengstderving op. Maar op het moment dat ik een bodem te intensief blijf bewerken, kan dat bodemleven eigenlijk niet ontwikkelen. En zul je dus ook altijd intensief moeten blijven bewerken. In het onderzoek wordt meestal gewerkt met een penetrometer. Dus jullie kennen denk ik al die prikstok die je in de grond insteekt. En dan voel je hoe hard dat je moet duwen. Wetenschappelijk kun je dan ook nog een meter aanhangen en dan kun je zeg maar een waarde registreren die je dan makkelijk in een rapport kunt vergelijken. Deze grafiek hier is ook een weergave van een onderzoek hier in Tongen, waarbij hier de centimeter diepte staan en waarbij hier de weerstand staat. En eigenlijk vanaf, in het onderzoek wordt algemeen aangenomen dat vanaf 2,5 eigenlijk geen beworteling meer mogelijk is. Maar die indringweerstand meten met een stok geeft lang niet altijd goed weer de indringweerstand die de wortel ondervindt. Een plantenwortel die groeit niet in 4-5 tellen tot 15 cm diep. Die plantenwortel duurt er 2-3 maanden over. En die heeft dus ook veel meer tijd om te reageren op bijvoorbeeld weersomstandigheden, vocht, nat worden van die grond, uitdrogen van de grond. Daarnaast, een plantenwortel groeit eigenlijk vrijwel nooit rechts de grond in. En dat doe je met zijn stok, die stik je wel in één keer recht op bodem. Dus het geeft niet echt een natuurlijke, op een natuurlijke wijze de situatie weer. Een ander punt wat vaak aangegeven wordt is bodemdichtheid, bulk density. Het geeft aan de hoeveelheid bodemdelen in een bepaald volume. En dat wordt gemeten door een gat te graven en aan de zijkant in het gat slaan ze dan van die metalen ringen in. Die metalen ring wordt gedroogd en hetgeen dus dat het vocht eruit is. En het gewicht wat je dan meet is gewoon het gewicht aan bodem.
Dat geeft aan hoeveel bodem er in een bepaald volume in zit. Maar het zegt niks over de grootte van de booien. Dus de grootte van de gaten. En die gaten, daar kan een plant niks mee. Een plant kan niks met het gat, een plant kan alleen iets met de zijkant, de wand van het gat. Een plantenwortel voelt als het ware de wanden af en kan daar vocht, mineralen onttrekken. Maar het gat zelf kan een plantenwortel eigenlijk niks mee. Daarom is bulk density ook een hele moeilijke, ja, een heel moeilijk vergelijkbaar iets. Op het moment dat je grote gaten heeft de plant weinig aan, kleine gaten kan een plant wel veel mee. En de bulk density zegt daar niks over, dus je kunt dat heel moeilijk gebruiken als maat voor of een bodem wel of niet te zeer verdicht is. Met andere woorden, meettechnieken zijn zoals we die nu, waar we nu over beschikken, zijn relatief onnatuurlijk. En zijn er aan het zoeken naar, zijn er geen andere methodes om het beter te doen. En een methode is een gat graven en dan gaan zoeken naar wortels. Alleen dat is een relatief intensieve methode. Hè. Dat doe je niet zomaar op 3-4 plekken op ieder perceel. Dus we moeten eigenlijk een andere methode vinden waarbij we gemakkelijker, sneller van een perceel kunnen inschatten van hoe diep moet ik hier bewerken en op welke wijze moet ik het bewerken. Er is een literatuuronderzoek gedaan naar 545 studies en ongeveer 500 akkers, waarbij ploegen vergeleken is met reduced tillage, dus niet kerende bodembewerking, en no-till, geen bodembewerking. En daaruit bleek dat ploegloos ten opzichte van ploegen een 4,5% lager opbrengschap. Dus dit is over heel Europa of Noord-West-Europa gemeten. En die 4,5% lager opbrengst die zat er vooral in het feit dat no-till gemiddeld 8,5% lager opbrengschap, dus geen grondbewerking. En bij kornmais en wintergaan zag je ook een lager opbrengst. Bij de andere teelten zag je eigenlijk gemiddeld genomen geen lage opbrengst. Hetzelfde staat hier ook nog in deze grafiek weergegeven, in deze plaatje weergegeven. De rode lijn is de opbrengst, de relatieve opbrengst van ploegen. En daar zijn de niet-kerende bodembewerkingsresultaten bij ingezet. Hoe ver de stippenlijnen in elkaar liggen, dat geeft eigenlijk de range aan, dus de resultaten zitten. En, je ziet dus dat de range bij sommige producten zoals wintergraan vrij ver uit elkaar ligt. Je hebt hele goede scores en hele slechte scores. Je ziet bij korrelmuis zijn. Bij korrelmuis zie je dat de opbrengst gemiddeld genomen ook een stukje lager ligt. En dat heeft met name te maken met de koude van de bodem in het voorjaar. Als je korrelmuis wilt delen, korrelmuis is ten opzichte van snijmais of silomais is die nog wat genetisch nog iets gevoeliger voor koude bodem. En daar zul je dus rekening mee moeten houden met je teeltwijze, rekening mee moeten houden met je manier van bodembewerking. Als je niet keer een bodembewerking wil doen en je wil dat met korrelmais doen, dan moet je daar teeltechnische maatregelen voor nemen. En een van die maatregelen is dus de bodem, je vochtopdracht. En dat is het opkomend vocht tijdelijk verbreken, waardoor het die bodem eigenlijk beter opdroogt en dus opwarmt. Want dat is de oorzaak van die koudere bodem bij niet-kerende grondbewerking, ligt in het feit dat er meer vocht vanuit de onderlaag omhoog blijft komen. En het opkomend vocht, dat zorgt ervoor, op het moment dat dat verdampt door de zon, zorgt ervoor dat je bodem iedere keer wel afgekoeld wordt. Dat opkomend vocht zorgt er ook voor dat je positieve resultaten haalt. Dus resultaten in droogte, in droge jaren of in droogtegevoelige gebieden zie je dat die ook heel positief uit kunnen pakken. En mijn ervaring is dat de mensen die langjarig die keren toepassen, dat de percelen veel gelijkmatiger in groei vertonen. Dus waar je vroeger had dat in laagtes een mineralisatie vertraagd was omdat er te veel water kwam, en op koppen verdroging optrad, zie je nu eigenlijk dat die percelen veel gelijkmatiger door blijven groeien.
In bouwplannen met alleen granen zie je een dalende relatieve opbrengst. Dus wil je alleen maar granen blijven telen,